dus op 100 meter van het startpunt. En de start is gevallen. Start valt en daarna trikste aan de binnenkant is goed weg aan Koenen Klasbak ook. Buitenkant komt Deon W naar voren, galoppaarden van Heavy Enemy. Paarden gaan op weg naar de eerste bocht en daar is Koenen Klasbak als eerste. Deon W aan de buitenkant. Nummer 6 galop. Deon W aan de buitenkant ligt tweede en daarachter aan de relingszijde ligt Donna Trixten. Vierde plaats is voor de favoriet Capitano, daarachter ligt Jade Beukenswijk en de laatste plaats is voorlopig voor Heine Attack. Deon W drukt door aan de buitenkant, wil de leiding graag overnemen. Koenen Klasbak wil hem ook wel kwijt, dus dat wordt opgelost. En aan de buitenkant neemt Deon W nu voorsprong. Deon W neemt de kop over, Koenen Klasbak op plaats 2 en daarachter op plaats 3 volgt Donna Trixten. En dan komt ook de eerste tussentijd op de klokken. Luidt 1-11-2. 1-11-2 voor Deon W, dat rijmt en zo gaan ze op weg naar de linkerbocht. Deon W, daarachter op de tweede plek Koenen Klasbak, dan Donna Trixten. Vierde plaats daarachter is voor Capitano. Valt er een klein gaatje naar Jade Beukenswijk en daarachter volgt hij naar Attack. Rechte lijn voor de tribune en daar is niks veranderd. Deon W heeft de tempo iets uit de koers gehaald. Het gaat geen 11 meer, maar hij gaat wel een vlotte tussentijd neerzetten. 16-1 de tweede. De eerste kilometer gaat dan in 13-5, 13-6 een beetje. En we gaan de laatste kilometer nu weer met Deon W. Dan Koenen Klasbak, dan Donna Trixten. Daarachter Capitano, alles achter elkaar. Daarachter ligt Jade Beukenswijk en laatste is Heine Attack. 800 meter te gaan nog. Z-turfbocht gaan we in. En Deon W verhoogt de tempo lichtjes. Deon W, Koenen Klasbak haakt aan. Daarachter Donna Trixten. Capitano zal straks een move moeten maken. En dat lijkt hij nu al te gaan doen. Hij gaat een half spoortje naar buiten. Achter hem aan gaat Jade Beukenswijk. En daarachter ligt Heine Attack. Laatste keer in de rechte lijn overzijde. En nog altijd geen aanval op de positie van Deon W. Die zelf even een kleine schijnbeweging maakt. Gaat de volgende tussentijd neerzetten. 16-6, de tussenkilometer dus in 16. En inmiddels gaat Capitano op jacht naar de leider. En Deon W gaat proberen te vluchten. Deon W gaat als eerste de laatste bocht in. Deon W, Koenen Klasbak. Aan de buitenkant Capitano, dan Donna Trixten. En dan Jaarde Beukenswijk en Heine Attack. Halverwege de Tjarda bocht leidt Deon W nog altijd makkelijk. Deon W, Koenen Klasbak vlak daarachter. Aan de buitenkant Capitano, die nog niet echt dichterbij komt. Maar daar heeft hij nog even de tijd voor. De paarden gaan nu de laatste rechte lijn in. Het is Deon W die leidt. Deon W, Koenen Klasbak en Capitano. Nog altijd Deon W die makkelijk gaat. Capitano komt ietsje dichterbij. Deon W heeft nog altijd een lengte voorsprong. Capitano loopt wel iets in, maar niet heel veel. En Rote Katten gaat ervoor liggen. Dan weten we hoe laat het is. Deon W gaat hem winnen. Capitano is tweede. Koenen Klasbak derde. Tijd van de winnaar. 13-3.